Maar als je zeg maar zo'n punt in de rug krijgt, dan weet je wel wat er gebeurt, denk ik. De kinderen van groep 8 van OBS Het Groene Hart krijgen trekkerles. Ze worden door leerlingen van het Terra College uit Meppel gewezen op de gevaren van landbouwvoertuigen. Nou, wij proberen de kinderen duidelijk te maken hier met zo'n ploeg. Dat als de ploeg door de bocht heen gaat, dat zo'n apparaat vrij ver uitzwaait. En door het uitzwaaien van de ploeg moet je niet te dichtbij staan. Als iedereen weet dat zo'n ploeg uitzwaait, dan willen wij ze uitleggen dat ze niet naast de trekker moeten gaan staan. Dan sta je in de dode hoek. Kan de chauffeur, die kan je ook niet zien, daar kan hij ook niet rekening mee houden. Ik wist niet dat het zo snel ging, dat je als je ze een beetje dichtbij stond, dat je dan al zo'n ding in je rug kreeg. Als jij er zelf was, dan was het niet goed. Nou ja, als je in de spiegel kijkt, dan zie je niet heel veel. Omdat je alleen als iemand heel erg ver naar achter staat, dan kan je het pas goed zien. Want als degene een beetje naar voren staat, dan zie je eigenlijk bijna niemand. En zo leer je over de dode hoek en andere gevaren van de grote landbouwvoertuigen. En dat moet ook, want de provincie Drenthe wil het aantal verkeersdoden verminderen. En is daarom een samenwerkingsproject aangegaan met het Terra College en Cumula, de branchevereniging van loonwerkers. Er is veel landwerk te doen. Het gebeurt steeds in een kortere tijd. Maar ook met weersomstandigheden heb je natuurlijk te maken. Ja, er zijn een aantal oorzaken waarom ook trekkers groter worden. Ja, en dat neemt ook een stukje soms gevaar met zich mee. En dat, dat proberen we toch zoveel mogelijk te voorkomen, ook op deze wijze. Deze kinderen, is dat de meest kwetsbare doelgroep? Zij zijn jong in het verkeer, hebben van ouders als het goed is geleerd goed op te letten. Of het altijd gebeurt, dat vraag ik mij af. Maar het is een doelgroep die leert nu om te gaan met verkeer, door ook zelf veel op de weg te zijn. Niet alleen de leerlingen in Zuidwolde krijgen de gevaren van het landbouwverkeer te horen. Het project Veilig Omgaan met Opvallend Landbouwverkeer zal bij verschillende basisscholen in Drenthe langskomen. Nou, onze pop, die heet Henk. We hebben een, hij heeft... We hebben hem wel vaker al wel gebruikt, maar hij is wel de pineut nou vandaag. Maar liever Henk dan ik.